Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 22 februari van Weerplaza. Het was vandaag op veel plaatsen een stralende winterdag. Alleen in het noorden, dat kunnen we met de satellietfoto goed zien, en u, u natuurlijk in het noorden heeft het ook wel buiten gezien, was er wat meer bewolking aanwezig. Het bleef wel nagenoeg droog. De komende 24 uur wordt het weer nog bepaald door een hoge drukgebied boven Scandinavië en ook de dagen daarna nog. Wat opvalt is dat de wind in kracht gaat toenemen. Dat zien we aan de lijnen van gelijke druk. Die komen erg dicht bij elkaar te liggen. En dat betekent dat er heel veel wind staat. Vanavond is de wind nog meest matig rond kracht 10. Het gaat licht vriezen en vannacht daalt het kwik nog verder tot de 3 graden in Groningen onder het vriespunt, min 4 of min 5 in het zuidoosten en oosten van het land. En in de westelijke kustprovincies ligt het kwik 1 graad onder het vriespunt. Morgenochtend hebben we ook nog met die temperatuur te maken. In de tweede helft van de ochtend komt de temperatuur boven het vriespunt uit. En smiddags wordt het 2 graden in Groningen tot 4 in Zeeland. Maar door de oostelijke wind voelt het aan alsof het de hele dag licht vriest. Verder zijn er veel wolkenvelden in de ochtenduren in het noorden van het land. In de loop van de dag breekt ook daar de zon door. In het zuiden is het de hele dag vrij zonnig winterweer. Ook in het weekend hebben we veel zonneschijn, maar het wordt kouder. Op zondag wordt het in de middag slechts 2 graden. En bovendien waait het ook van het weekend behoorlijk hard vanuit het oosten. En die wind die maakt het voor het gevoel echt snerpend koud. In de nacht en vroege ochtend vriest het veelal licht tot matig. En na het weekend. Dan wordt het echt goed koud en krijgen we een paar ijsdagen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.